We vieren dit jaar waarschijnlijk weer massaal vakantie in eigen land. En daarom worden nu meerdere initiatieven genomen om ons een leuke tijd te bieden. Ja, zo biedt het terrein van Scouting Landgoed Zeewolde deze zomer onderdak aan campinggasten die op veilige afstand van elkaar willen kamperen. Dat kan op een zogenoemde pop-up camping met de naam Camping de Wereld. En we hebben contact met initiatiefnemer Diederik Walter. Goedemiddag. Goedemiddag. En jullie hadden vorig jaar voor het eerst een pop-up camping vlakbij Nijmegen. Hoe is die toen ontstaan? Nou, ik ben werkzaam in de festivalwereld. Dus ik ben betrokken bij 7-8 grote festivals waar ik mijn jaarsalaris verdien normaal. Ja. En afgelopen jaar waren er 0 festivals. Dus we hadden geen werk. En toen had ik in maart vrij snel het idee van we gaan een camping beginnen met allemaal bedrijven uit de festivalwereld. Dat kun je dan nog wel zo bedenken, maar het uitvoeren is natuurlijk een tweede. Is dat dan makkelijk om zoiets echt tot stand te brengen, zo moet ik het zeggen? Nou ja, wij werken natuurlijk op festivals ook heel veel aan sfeer en beleving en met festivalscampings. Dus we hebben natuurlijk al een hoop ervaring. En ik heb allerlei collega-bedrijven gevraagd. Een tentenvuurbedrijf die 150 tippies hebben. Een decobedrijf. Ja, en gezamenlijk hebben we gewoon invulling gegeven aan die camping. Helemaal coronaproof. En ja, dat was zo'n groot succes afgelopen jaar. Het was eigenlijk het idee om het eenmalig te doen. Maar door het succes en de gasten die ons maar bleven benaderen, zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe locatie. En voor de duidelijkheid, dit is een camper waar je niet dus zelf je tent opzet, maar die zetten jullie al neer van tevoren. Ja, wij noemen het luxe kamperen. Dat zijn van de Indiaanse tipi-tenten. 2, 4, 6 personen en van die Mongoolse yurts. Die zetten wij daar neer met echte bedden, gaftoestel, koelkast, bestek, alles erop en eraan. En wie kwamen daar nou vorig jaar op die eerste versie bij Nijmegen? Een heel gemêleerd publiek. Veel families. We zijn geen feestcamping, zeg maar. We moeten gewoon om 11 uur stil zijn. Dus families, stelletjes, vriendengroepen. Ja, het was een heel gemêleerd publiek. Dus dat was heel erg leuk. En coronaproof, zei je net. Wat houdt dat dan precies in? Wat voor maatregelen moet je dan treffen op een camping? Nou, we hebben gekozen om alle tenten heel ruim uit elkaar te zetten. Dus iedere plek had 200 vierkante meter. Nou, normaal sta je hutje, mutje. Een eigen douche en een toilet afgelopen editie. Voor de rest hadden we heel veel plekken op het terrein waar je je handen kon wassen. We hadden 1,5 meter balie. Nou ja, wij zijn dat op zich wel gewend om dat vanuit festivalwereld te organiseren. Hoe groot moet ik nou denken dat de camping wordt in Zeewolde? Het totale terrein is 70 hectare en wij gebruiken daar maar een stukje van. Wij gaan met 80 tenten werken. Ja, en hoe komen jullie daar nou zo terecht? Nou, we hebben gewoon in Nederland gekeken naar welke locaties allemaal beschikbaar zijn. En wij vonden deze locatie heel erg mooi. Hij is aan het water. Nou, vorig jaar zaten we in het bosrijk gebied en nu in een waterrijk gebied. Zoals voor afgelopen jaar was het heel erg heet. En we misten nog een zwemwater op de camping. Dus we zijn op zoek gegaan naar een locatie waar ook een zwemwater was. Nou, dan kom je toch bij het nul en nauw uit. En zo zijn we bij Scouting Landgoed Zeewolde terechtgekomen. Nou, daar staan dan straks al die typies en die yurts. Vanaf wanneer kunnen mensen een plekje huren? Wij zijn open van 16 juli tot en met 6 september. En dan kunnen mensen een plek boeken voor een weekend, midweek of een week. Ja, en dan kun je een beetje vertellen hoeveel het ongeveer kost? Ja, dat varieert. We hebben ook camperplaatsen. Het varieert van €160 tot €1200. Het is maar net wat je wil en hoe lang je wil en wat voor tent je zoekt. Ja, en hoe luxe je natuurlijk wil slapen 's nachts. Alle tenten zijn in principe hetzelfde. We werken met echte bedden, dus geen veldbedden. Het is echt luxe ingericht. En het grappige bij ons ook, ja, wij komen uit de festivalwereld. Dus er is ook een bedrijf bij betrokken die de inhoud verzorgt. Dus we hebben ook heel veel programma. Straattheater, singer-songwriter, silent disco en dat soort dingen. Dus er is ook heel veel programma. Want stel nou dat we, laten we er niet op hopen hoor, maar dat we nog best wel in zo'n strenge lockdown zouden zitten in die periode. Kan dat dan ook nog allemaal doorgaan of heb je dan een alternatief? Nee, dan kan dit gewoon allemaal doorgaan. Afgelopen jaar was het ook allemaal streng. En toen gingen zelfs nog in het voorjaar, afgelopen jaar, waren alle douche- en toiletgebouwen dicht. Maar die zijn allemaal op 1 juni opengegaan afgelopen jaar. Mm-hmm. Nee, dit kan in principe altijd doorgaan. Het is ook geen evenement. We zijn gewoon een camping en het is heel ruim opgezet. Ja. Is het nou een blijvertje, denk je, ook de komende jaren? Nou ja, dat lijkt er wel op. Ik denk toch dat mensen ook op een andere manier op vakantie gaan. We hebben afgelopen jaar kleine 2.500 bezoekers gehad. En je hoorde toch heel veel mensen die altijd naar Zuid-Frankrijk gingen of naar Spanje.
dat die erachter kwamen dat Nederland eigenlijk ook heel mooi is. Dus ik denk dat er wel iets in gaat verschuiven. En als dit jaar weer een succes is, dan zitten we wel te denken om het nog een paar jaar te gaan doen. Nou, wij kunnen alleen maar zeggen dat het natuurlijk een succes wordt, want het is in Zeewolde. Heel goed. De camping komt dus op het terrein van Scouting Landgoed Zeewolde. We houden het in de gaten. Wil je nou meer informatie, kijk dan eventjes op campingdewereld.nl. Dankjewel, initiatiefnemer Diederik Walter.